Hongerroos is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Gerrit de Meers voor mantelzorgers en hun naasten. In deze coronatijd brengen wij Hongerroos bij u thuis. Wij wensen u veel kijkplezier met deze aflevering van Hongerroos Toes. En een andere markante wermende heer, Harry Lemmens. Noemt u Kozemans. Het toenmalig postkantoor. Tante Ida Lemmens. Wermend had nog eigen werkgelegenheid. Met het Nijatelier Kelva van de familie Klinkenberg. In de rechtse vleugel gevestigd van het huis van notaris Haan, het huidige Gastenhof. We mogen ook even binnenkijken in het atelier. En we kunnen zelfs een blik in de kantine ongerschaft hier. Naar huidige begrippen wordt de kantine een beetje krabben mee eten, maar gezellig, minder gezellig wordt het dan niet doen. We steken de wijkheuver en komen dan in het toen functionerend postkantoor met noem Chris Lemmens, de beheerder. En wie er zit, even wachten achter de rode streep vanwege de privacy, daar hou me toen ook nog nooit van gewerkt. Een van de jetste gemotoriseerde wermende heren, Zef Mjewissen. Dorpsschilder Schepers. We kijken hier op de hoek van de Roodhoestraat in de Oude Poort. En naar het kloosterpad op, toen nog geheten de Juddenberg. We zijn dan bij Tolen. Onder de buim zijn we de echte Juddenberg. Verdenken dat het hier een klas betreft die klassikaal gebeten. We zijn inmiddels bij Jean van de Quangel met zijn oudste zoon Jean en Clara met hun oudste zoon Guido. Jean toen nog slechter dan Anneke van de Kling. Dan Christine Gelissen. De kwaliteit van de hardheid van de stenen de gut even is aan testen. Marie van der Leyen. Onder aan de Roodhoestraat bevinden we ons nu bij de vertakking met de Brugstraat en de Grote Straat. De afbraakopzichters
Louis Geerdersen, oftewel Louis van Drina en Pierre Canotte. Hier zijn we gans nadrukkelijk in beeld tante Liana met haar dochter Marie, inmiddels tante Marie van de Smeet. We kijken hier vanaf de brug op de toen in aanboe zijnde Nieuwschual, die inmiddels ook alweer is afgebroken. En onder aan Pietenberg kijken we de brugstraat af naar de grote straat in. En hier zien we Pieter Diamant, de fietsenmaker, nou wij eigenlijk Pietenberg is genoemd. Maak eens jeppers. De sloop van de boerderie van Fonkelaers. Jean van Marten Koopman. En hier zien we de steeg, de huidige burgemeester Strijkerstraat. Schenkske Smeets. Links Tantjan Varbeek Wouters. En Longsef Lammeriks, oftewel Longsiep. Dille Gummer, vuurwaar met jouw karakteristieke blik in de grote straat. De toen pas ingewijde nu parochiekerk, de Sint-Martinuskerk. Rechts van de Nieuwkerk loog toen nog de bewaarschool, of de kleuterschool. Zijn dit geen braaf kinder op die bewaarschool? Tandida van Fonkelaers, die de pas leeggemaakte vuilnisketel naar binnen haalt. En verdraai je niet achter de kerk de Wermender Maastraat in, bovennoemd tegen de fanfarezaal aankijken. Hier hebben we de oude non Karel Thijssen.
kieken nu in de huidige Kloosterstraat, toen noemden we dat het struitje. We ontmoeten Tanfien bovens Meulenberg. Dit is toch geen demonstratie van oude ambachten en ook geen reclame nu betoffelen. Hier hebben we nog Hiepke Mures. De afbraak van het oud-patersklooster op de Bad. Tandida Diamant Wagemans. En nog eens nog Hiepke noemen de Sjerkar. Hier hebben we Tant Hubertien van Elke Bergvoort. Die het duidelijk meute met de scholk. En de camera registreert even goed alles. Thank you.
De natuur, die is weer uitgeslopen. De plant ontwaakt en ook het dier. Knupjes gaan weer langzaam open. De keisboom is al aan de bloei. De spinneman flut ganse dag. De herder geeft het schaap weer huien. Het gries wordt groen, waal nog gaat vaag. Doe merks ook, de mens wordt monter. Weg is de sombere wintertijd. De kleier waren alweer bontjer. De zomer, die is niet meer wiet. Soms kan we alweer zonnebaden. Lekker lopen langs de Maas. De liester brengt een serenade. Er zich toch lang goed lik in het gras. De natuur, die is weer aan het pronken. Als in de lente alles bloeit. Het zonke hing toch half verzonken. Du hörst nu soms wie alles groeit. Du steest toch nu midden tussenin. Als die dinger proefs. Het is toch prachtig om te zien. Wie ste om het leven geeft. Mark, laten we gaan zwemmen. Ik heb geen zin om te gaan zwemmen, maar ik weet een leuk spelletje. Welk spelletje is dat dan? Naakt of niet? Naakt of niet? Wat is dat voor een spelletje? Moet je horen. Goed, dat doen we. Wacht even, Linda. Ik pak een stuk papier en pen. Heb je het gezien? Ja, naakt. Die was niet naakt. Kom op naar de volgende. Die was naakt. Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, daar staat er weer eentje. Niet naakt. Was die nou naakt? Weet ik niet. Nog eens kijken. Pak op, kinderen. Niet naakt. Ha!
Zet de eetkamerstoel in het midden van de kamer. Zorg dat u genoeg ruimte heeft om de stoel heen, zodat u niet ergens tegenaan botst. Voeten stevig op de grond, handen boven op de leuning. Zak rustig door de knieën, niet te diep. En kom weer terugrecht. Duw uzelf naar boven, even zakken en weer omhoog duwen. En zakken en weer omhoog duwen. Herhaal dit ook 10 keer. Goed stevig staan met uw handen bovenop de leuning van de eetkamerstoel. Zorg dat de ruimte om u heen een beetje vrij is, zodat u niet met uw been ergens tegenaan botst. Til het been naar achteren op. Dus goed doorstrekken naar achter. Hou uw rug recht, probeer goed rechtop te staan. En afwisselend het linker en rechterbeen naar achteren brengen. Herhaal dit 5 keer links en 5 keer rechts. Pak de eetkamerstoel stevig vast bovenop de leuning. Zorg dat er geen objecten in de buurt staan waar je tegenaan kunt botsen. En til uw been gestrekt zijwaarts naar links en naar rechts. Wissel af, linker en rechterbeen. En herhaal dit 5 keer links en 5 keer rechts. Neem 2 eetkamerstoelen, zet ze met de rugleuningen tegenover elkaar. Neem de rugleuning stevig vast en til uw linker en rechterbeen afwisselend op, dus de knie richting de borst. En herhaal dit 10 keer links en 10 keer rechts. Dit waren de oefeningen van vandaag. Bedankt en tot de volgende keer.